Hey, dit is Kevin van Snapshot Dojo en dit is de serie over lichtvormers. En in deze video ga ik het hebben over een transparante paraplu. Nou, ik zal voor de verandering even dit model inwisselen. Dat klinkt echt heel, heel raar of heel naar. Bijvoorbeeld... Gewoon even wat variatie. Ander achtergrondkleurtje. Lief. Dus even kijken wat voor kleding daarbij past. Misschien zwarte kleding. Nou, laten we eens wat aardse tinten gebruiken. Geef haar een spijkerbroek, sneakertjes. Oké, en dit is nog steeds geen paraplu, dit is een octabox, dus ik ga die even vervangen door een paraplu. Octabox met een grid en die ga ik vervangen door een transparante paraplu. Semi-transparant officieel. En dan kun je gelijk zien wat voor verschil het maakt. Nou, dat lijkt me duidelijk. Sowieso is het een paraplu met... een doorsnede van 100 centimeter, dus dat is 1 meter, dus dat is vrij groot. Dus grote lichtbron geeft ook veel licht, of in ieder geval over grotere oppervlak licht. En wat ook wel kenmerkend is, en dat zie je hopelijk hier ook heel goed, is, ja, er kan ook licht naar de zijkanten gaan. Ik ga heel even de camera op slot zetten en de paraplu ook. Kijk, door de vorm kan licht die kant op ontsnappen. Die kant, die kant, die kant, die kant, die kant en die kant. Dus het licht wordt, ja, je ziet het ook hier op de grond, hè. Zie je, zeg maar, ja, een grote lichtvlek. Die wordt gecreëerd door deze lichtvormer. Nou, ga ik die lichtvormer even terug vervangen door die octabox. Dan moet je goed kijken naar de vloer hier. En dan... zie je dat het licht, ja, nu bij deze is het nog steeds best wel wijd verspreid. Maar dan ga ik even een grid opzetten en dan zie je dat die een stuk smaller wordt. Kijk, zie je? Het licht wordt echt gebundeld. En met een paraplu, ja, het licht kan veel meer, veel makkelijker ook spreiden naar de zijkanten. En daardoor wordt het ook gelijk een heel ander soort licht, een heel andere sfeer ook. Ook heel zacht licht. Hè. Je ziet dat schaduwen heel subtiel zijn. En de catchlight is echt gigantisch eigenlijk in haar ogen. Vind ik misschien zelf iets te groot. En je kunt natuurlijk gewoon een kleinere paraplu in de praktijk kun je kiezen. En hier in de software kan dat helaas niet. Je kunt alleen maar deze van 1 meter kiezen. Maar dan zet ik hem gewoon even verder weg. Dan wordt de lichtbron ten opzichte van het model wat kleiner. En daar wordt het licht ook ietsje harder. En de catchlight wordt ook iets kleiner in de pupil. Vind ik zelf ook iets realistischer en natuurlijker ogen dan net. Wat eigenlijk bij alle lichtvormers het geval is. Is dat de lichtbron... in dit geval de paraplu met de studioflitser, die is hoger dan het model. Dat betekent dat jouw, vaak zit de bediening van een studioflitser aan de achterkant, hier. En ja, daar kun je simpelweg gewoon nu niet bij. Dus wat ik vaak doe, is dat ik in de studio heb ik gewoon een trap. Laat ik gelijk even zien, dat is ook wel grappig. Dan ga ik gewoon op een trap staan. Waar is die nou? Ah, kijk. Zo. Die heb ik ook standaard in de studio staan. Of een krukje, dat kan natuurlijk ook. Waardoor je in ieder geval hierbij kan. Dat is een oplossing om deze bediening te kunnen bereiken. Duurdere en moderne studioflitsers hebben ook een afstandsbediening voor op de camera. Dus je kunt dan vanaf jouw trigger, hè, jouw zender die je op je hotshoe van je camera plaatst, kun jij de intensiteit kun jij aanpassen vanaf die zender. Dus dat fungeert dan als afstandsbediening. Dan heb je die hele trap niet nodig.
Maar ja, bij wat goedkopere modellen, dan moet je echt fysiek moet je met je handen hierbij komen. Dus dan gebruik ik een trapje of een kruk. Andere optie, die ik eigenlijk al heel lang niet heb gebruikt, is dat je model laat zitten op een krukje bijvoorbeeld. Nou, dan kan ik wel even laten zien wat er dan gebeurt. Ik ga even een zitpositie doen. Sitting. Nou, laat ik haar even zitten. Bijvoorbeeld. Ziet er even heel gek uit. De camera ga ik ook even omlaag doen. Oh. Dus nu kun je jouw lamp kun je ook verlagen. Maar is nog steeds relatief hoger dan het model. Maar ja, als jij gewoon staat, kun je natuurlijk gewoon bij deze knoppen. Dus een manier om in een, bijvoorbeeld een ruimte met een laag plafond alsnog de lichtbron hoger dan het model te hebben, is simpelweg door je model te laten zitten. Zoals je hier ziet. En bijkomend voordeel is dat je dan bij de knoppen kunt, bij de bediening van de Studio Flitser. Nou, ik ga het even met Ctrl-Z ga ik terug naar de staande positie. Dus dat kan. Ja, kijk. Die weer even weg. Nou ja, zachte lichtbron, dus het licht verandert niet heel snel. Behalve als je hem natuurlijk verder weg plaatst, verder aan de zijkant. Dan zie je hier wat meer schaduw ontstaan. Verder vind ik deze, toevallig deze positie van de lichtbron, vind ik niet zo mooi. Want je ziet nu heel gek, ja, haar ogen lijken wat glazig. Ik vind het zelf mooier als de catchlight iets meer naar het midden van haar ogen is. Bijvoorbeeld zo. Of zelfs nog meer naar het midden. Bijvoorbeeld zo. Vind ik zelf wat mooier. Ja, dit is de transparante paraplu, semi-transparante paraplu. We staan er in allerlei maten. Je hebt ze van klein tot groot. Deze is dan 1 meter doorsnee. Ja, voordeel is dat je ze makkelijk kunt inklappen, dus ook makkelijk kunt opbergen. Daardoor zijn ze ook makkelijk te vervoeren. Je hebt niet heel veel ruimte nodig. Ja, dat is eigenlijk de transparante paraplu. En in de volgende video ga ik de reflecterende paraplu laten zien. Oh ja, bijna vergeten. Ja, zoals gewoonlijk heb je vragen, opmerkingen, feedback. Heb je tips voor mij? Laat het me weten in een comment hieronder. En ja, vergeet ook niet te abonneren en te liken. En dan word je op de hoogte gehouden van nieuwe video's. En ik zou zeggen tot de volgende keer.